Beste luisteraars, we gaan naar deel 2 van Wel geïnformeerd. En ik geef weer het woord aan Krishna. Ja, Iwan, dankjewel. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel geïnformeerd. Owen Venlo, welkom. Hoi, hoi. Dag, Chris. Ja. Iwan. Owen, we gaan praten met de heer Eduard Mangal. De heer Mangal is duo-raadslid voor DENK in de gemeenteraad van Amsterdam. En hij is de initiatiefnemer, de man die het voorstel heeft bedacht om ook de contractarbeid mee te nemen bij de herdenking van de slavernij. Als het goed is, is de heer Mangal nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Mangal. Ja, goedenavond allemaal. Ja. Ja, het klopt, hè, meneer Mangal. U bent voor DENK, zit u in de gemeenteraad. Ik dacht dat u vorig... In de vorige bestuursperiode was u ook al lid van de gemeenteraad, hè? Ja, dan was ik ook duo-raadslid, raadscommissielid, zo u wilt. En dan was ik ook actief voor DENK. Ja. En trouwens, mijn collega Owen Venlo is ook aan de lijn. Goeiedag. Ja. Goed. Nou, meneer Mangal, u heeft het voorstel, het initiatiefvoorstel... opgezet, bedacht, waarbij ook de contractarbeid zou moeten worden meegenomen bij de herdenking van de slavernij. Afgelopen donderdag is er een raadsvergadering geweest waarbij burgers konden inspreken. Het is nogal heftig gegaan daar afgelopen donderdag. En naar aanleiding van de raadsvergadering heeft hij besloten om het voorstel zoals dat er nu uitziet terug te trekken. Ja, klopt het, meneer Mangal? Nou, kijk, ten eerste, het voorstel behelst niet om de herdenking van om de contractarbeid mee te nemen in de herdenking van de slavernij, maar wel om het mee te nemen in het herdenkingsjaar van slavernij. Mm. Dat is wel een wezenlijk verschil. En ik heb het in principe teruggetrokken omdat het dit behelst namelijk een voorstel dat gaat over meerdere groepen in de samenleving. En bij de inspraak was het, helaas is de inspraak zo geregeld dat er slechts 3 personen kunnen inspreken per agendapunt. Ja. En als we gewoon kijken naar welke groepen het behelst, dan kan ik zo 6 groepen opnoemen die allemaal willen inspreken. Ja, en die krijgen dan sowieso 3 groepen krijgen de kans niet om ook hun inspraak te doen. Dus welke groepen heeft u het? Nou, ik heb het dan over de groepen van. Laten we zeggen, we hebben de Hindustaanse groep, we hebben natuurlijk de Javaanse groep, we hebben de Chinese groep, we hebben de voorstanders en we hebben de tegenstanders van dit voorstel. Daarnaast wilden ook de inheemse wilden ook inspreken. Ja. Dan zit je al met 6 verschillende groepen die willen inspreken op dit voorstel. En er zijn er slechts 3. En ja, zoals we hebben kunnen zien, zijn alle 3 Afro-Surinamers die tegen het voorstel waren, die hebben kunnen inspreken. Maar andere groepen voelen zich dan ook niet gehoord. Oké, maar wilt u dan voor de goede orde uitleggen wat precies in het voorstel staat? Want u zei ook, er is heel wat ruis ontstaan. Ja, kijk, in het voorstel geef ik duidelijk aan dat de contractarbeid als gevolg is van de afschaffing van de slavernij. En die verbondenheid, die geef ik heel duidelijk aan. Contractarbeid bestaat omdat slavernij werd afgeschaft. En ik heb gepleit in dat voorstel om contractarbeid dus mee te nemen in het herdenkingsjaar van slavernij als gevolg van het afschaffen van het slavernijverleden. En dat het ook moet worden meegenomen in het collectieve geheugen van Nederland. Dat is even kort door de bocht wat mijn voorstel behelst.
Owen, wat is jouw bezwaar tegen dit voorstel? Nou, mijn bezwaar is fundamenteel. Vanaf het moment dat president Santokki president van Suriname is, wil hij niet praten over slavernijverleden, maar over koloniaal verleden. En wij hebben hem een paar keer duidelijk gemaakt dat wij dat dus niet gaan accepteren. Premier Rutte, daar is ook druk op uitgeoefend, excuses, koloniaal verleden. Rutte is niet omgegaan. Amsterdam heeft excuses aangeboden, slavernijverleden. President van de Nederlandse Bank, excuses, slavernijverleden. En president Santokki zit hierachter, ik weet wel zeker dat Santokki hierachter zit. Probeer het nu op een andere manier, want wat heeft president Santokki gezegd? Toen Rutte excuses had aangeboden, slavernijverleden, toen heeft Santokki gezegd, wij gaan het integraal en holistisch afwikkelen. Dat betekent toch meer erbij betrekken dan alleen slavernijverleden. En ik vind het een belediging naar ons Afro's. Overigens de geschiedenissen van de Afro's, slavernijverleden en van de drie groepen die meneer Mangal noemt, totaal verschillend. Je kan niet alles op één hoop gooien. Zeker niet slavernijverleden met contractarbeid. Dat zijn compleet verschillende dingen. En wat mij het meeste geraakt heeft, de uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, meneer Ramdin, die gezegd heeft, op een verzoek van een journalist, heeft Ramdin gezegd, wij zitten in Suriname niet te wachten op excuses. Dan beledig je de Afro-bevolking van Suriname, eigenlijk de hele bevolking van Suriname, maar vooral de Afro's. Dus ik vind dat Denk zich voor het karretje heeft laten spannen van Santokki. En toen kwam iedereen in het geweer. En Denk had echt eerst de oren te luisteren moeten leggen bij verschillende Afro-groepen. Wat meneer Mangal zegt, de Afro-mensen waren er. Maar heb je die van tevoren geconsulteerd? Heb je ze gevraagd wat ze er van het voorstel vinden? Meneer Mangal? Ja, nou, ten eerste vind ik het absurd om te stellen dat naast dat we regelmatig wordt geroepen dat wij de lange arm van, dat denk de lange arm van Erdogan zou zijn, dat we nu ineens de lange arm van Santokki zijn. Ik vind dat echt absurd. Ten eerste, dus dat werp ik verre van mij. Ten tweede, de discussie hierover wordt helemaal verengd tot alleen over Suriname. Maar zelfs de transatlantische slavernij, niet alleen contractarbeid, maar ook de transatlantische slavernij, ging niet alleen maar over Suriname. Dat is veel groter dan dat. En de discussie gaat nu over de politiek in Suriname. En daar heb ik ten eerste weinig verstand van. Ik ben een Nederlands politicus. En ik heb enigszins verstand van de Amsterdamse politiek, want ik zit in de Amsterdamse gemeenteraad. En ik kan mij, ik weet niet waarom dan uitspraken van Santokki en van ministers in Suriname en uitspraken van Rutte mij worden aangesmeerd. Kijk, ik begrijp dat dit onderwerp groter rijk dan de grenzen van Amsterdam. Maar mijn voorstel leg ik ook neer bij Amsterdam. En dat gaat over, de Nederlandse bevolking. Dat gaat niet over de Suriname. Ja, maar meneer Mangal, het belangrijkste argument van Owen, en ook wat men in de Afro-gemeenschap vindt, slavernij en contractarbeid zijn onvergelijkbare fenomenen. Historische fenomenen. Je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Je kunt ze niet op één hoop gooien. Nou, dat ben ik helemaal met meneer eens. En dat standpunt omarm ik ook. En dat stel ik ook niet. Maar hoe komt het idee dan dat de contractarbeiders, de nazaten van de contractarbeiders, eigenlijk... Hoe is het idee ontstaan dat de nazaten van de contractarbeiders de herdenking van de slavernij willen afpakken? Want daar komt het op neer. Dat gevoel heb ik ook. En ik denk dat dat
dat die vraag misschien bij een ander neergelegd moet worden, waardoor zij dat denken. Maar mijn voorstel gaat erom, kijk, ik kan het wel even kort uitleggen wat mijn visie is en waarom ik dit heb gedaan. Ik heb in de vorige periode het voorstel, het initiatief genomen en het initiatief voorstel geschreven en het ook door de raad getrokken om excuses te krijgen voor het slavernijverleden. Of voor de rol van Amsterdam in het slavernijverleden. En datzelfde heb ik ook nog eens een keer gedaan in de Staten van Noord-Holland. Om de rol van Noord-Holland, de rol van Noord-Holland in het slavernijverleden, om daar excuses voor te krijgen. En dat is allebei gelukt. En nu ligt die discussie over wat er daarna moet gebeuren. We hebben de erkenning gehad. En wat er daarna moet gebeuren, ligt dus nu in de maatschappij. En voor mij als politicus moet ik wachten op de maatschappij waarop zij terugkomen met wat ik dan weer vervolgens daarmee ter tafel kan brengen in de politiek. Ondertussen ben ik naar de volgende stap gegaan. En de volgende stap, in mijn ogen, is nu er erkenning is voor het slavernijverleden en wat de tot slaafgemaakte hun voorouders hebben moeten meemaken, daar is meer erkenning voor, ga ik naar de volgende stap. En de volgende stap na de afschaffing van de slavernij is contractarbeid. Dus ik maak een initiatiefvoorstel om dit 150 jaar afschaffing van de slavernij is ook 150 jaar contractarbeid. Eigenlijk is het langer, want voor de Chinezen is het 170 jaar. Voor de Javaan is het 133 jaar. Maar ondertussen hebben we wel een jaar lang over het slavernijverleden. En ik vond dat een goed haakje om... Moet dat dan ook op 1 juli gebeuren? Ik bedoel, vandaar dat het idee ontstaat dat de nazaten van de contractarbeiders de 1 juli herdenking willen wegkapen. Nee. Kijk, ik snap eigenlijk niet waarom dat men dat denkt. Omdat 1 juli is de afschaffing van de slavernij. En dat betekent dat dus een herdenkingsdatum is voor de nazaten van tot slaaf gemaakt. Maar voor de Hindustanen is het 5 juni, omdat toen het eerste schip Lala Rook aankwam uit Calcutta. Nou, die twee dagen, het zijn toch twee heel verschillende dagen. Wat ik wel voor pleit, Javanen hebben ook 9 augustus. Dus er zijn verschillende data in het jaar waarop verschillende groepen hun eigen voorouders herdenken. Nou, waar ik wel voor pleit, is dat we elkaars herdenkingsdagen, dat we die wel samen herdenken. Dus ik ga heel graag op 1 juli gezamenlijk met de nazaten van de slaaf gemaakt. Ik ga heel graag en je moet daar denken. En denk ik en bid ik met hen mee voor hun voorouders. En zo hoop ik ook dat zij op morgen of 5 juni ook mee herdenken aan ons, aan mijn voorouders. En dat we op 9 augustus mee herdenken met de Javanen voor hun voorouders. Ja. Maar dat we wel elkaars verhalen, elkaars geschiedenis herkennen en helpen herdenken. Dat betekent niet dat we alles bij elkaar vegen en op 1 juli al onze voorouders gaan herdenken. Want ik heb mijn voorouders, die hebben niet met 1 juli, die hebben niet met 5 juli. Owen, volgens de heer Mangal zou het niet moeten gebeuren op 1 juli, maar ergens verder in het, of eerder in het jaar. Hoe? Kijk, die discussie komt nu, terwijl wat meneer Mangal nu zegt, die opvatting hadden we altijd al. Wij hebben onze 1 juli slavernij geschiedenis opgebouwd, tientallen jaren, een heleboel mensen hebben zich ingezet. Erkenning, 3 fases, erkenning, excuses, herstel. In die moeilijke eerste fases hebben we nooit de andere groepen gehoord. Ze maakten ons af en toe zelfs belachelijk, excuses. Holland gaat nooit excuses aanbieden. Wij hebben net gedaan gekregen dat het wel gebeurd is. En we gaan nu naar herstel. Dan zeg ik, ieder zijn ding. Hindustanen hun ding, Javanen hun ding, Chinezen hun ding.
En nou komt het belangrijkste, waardoor ik een beetje boos ben op Santokki. Want deze discussie is begonnen met Santokki als president. En daarvoor nooit. Waarom ik zo fanatiek tegen dit soort situaties ben, dat is... Van alle groepen die meneer Mangal noemt, Hindustanen, Javanen, Chinezen, voor geen enkele van die drie groepen geldt dat ze tot de dag van vandaag in een achterstellingspositie verkeren over de hele wereld. De Afro's en de inheemsen verkeren in een achterstellingspositie in de hele wereld, vooral de Caribische wereld. En wij gaan via die drie stadia, erkenning, excuses, herstel, nu gaan we naar herstel, doen om die achterstelling van die twee groepen, inheems en Afro's, in te lopen. En dat is ons doel. Daar moet je ons niet komen verstoren met de Javaanse of de Hindustaanse of de Chinezen, want zij verkeren niet in een achtergestelde positie in de wereld en de Afro's en de inheemse wel. En dat moeten we inlopen via herstel en herstelbetaling. Dat is mijn verhaal. Ja, meneer Mangal, Owen stelt dat de nazaten van de contractarbeiders de Afro-Surinamers nooit hebben gesteund in hun strijd voor erkenning van het slavernijverleden. Zelfs hebben uitgelachen. Ik weet zelf dat de Hindustanen zeiden, nee, je moet slavernij nooit vergelijken met contractarbeiders. Dat is een, ja. Die hebben zich altijd afzijdig gehouden en ja. Het een en ander badinerend benaderd. Ja, en nu, nog een rol. Ja, en nu is er succes geboekt door de Afro-Surinamers en schijnt men dus plotseling wel op die wagen te willen springen en ook mee te willen profiteren van de aandacht en de erkenning en al die andere zaken die nu loskomen. Wat vindt u daarvan, meneer Mangal? Nou ja, goed, kijk, Ook dat vind ik een beetje een boude stelling. Ik begrijp waar het vandaan komt. Nou, ik heb nog nooit Javanen, Chinezen en Hindustanen actie zien voeren voor erkenning van het contractverleden. Het is iets van de laatste jaren en het is opgekomen op het moment dat men zag dat de Afro-gemeenschap succes begon te boeken. Nou, Santokki president, hè? Ik weet dat in de jaren 80 is er ook een beweging geweest van Hindustanen en ook Hindustaanse vrouwen die ook hier tegen hebben gevochten. Tegen discriminatie en tegen achterstelling van een ieder met een kleur. Dus dat weet ik. Want mijn moeder kreeg daar ook vroeger blaadjes van. Maar kijk, iedere keer komt de naam Santokki naar boven. Ik vind het prachtig dat jullie daarover willen discussiëren, maar daar hou ik mij even buiten. Ja. Ik ga nogmaals, ik ga over de Nederlandse politiek, ik ga over de Surinaamse politiek. En wat ik nog wel wil duiden, is dat, kijk, er zijn zeker wel Hindustanen geweest die mee hebben gestreden. En ik kan Sandhira noemen, ik kan Pravini Baburam noemen, en ik moet... ik zelf heb ook meegestreden. Goed, niet om mezelf op de schouder te kloppen. Maar ik ben er best trots op dat ik het voor elkaar heb gekregen dat de eerste excuses in Amsterdam zijn gemaakt. De eerste excuses van de Nederlandse overheid kwam uit Amsterdam. En dat is mijn nee, maar daar is decennia lang voor gestreden, hè? Dat precies, dat kwam en het is niet dat denk dat plotseling uit de blauwe hemel gaan. Nee, precies. Maar laat me even uitpraten. Kijk, het is nog zo, daarbij staan we natuurlijk op schouders van zwarte activisten. En ik heb meegestreden met zwarte activisten om dit voor elkaar te krijgen. Ik is niet in mijn eentje gedaan. Daar hebben we natuurlijk samen voor gestreden, maar ik geef maar even aan. Kijk, dat is nu wordt er weer nieuws in mijn schoenen gestoken. Ik geef dit even aan als argument dat er geen Hindustanen zouden hebben meegesproken. Maar dat hebben we dus wel gedaan. Maar waarom heeft meneer Mangal niet geprotesteerd toen meneer Ramdien zei, wij zitten in Suriname niet te wachten op excuses? Toen heb ik u niet gehoord.
Omdat ik ook niet... Ik weet weinig van de Surinaamse politiek. En ten tweede, ik heb een voorstel in Amsterdam gedaan. Een voorstel in Nederland. En wat de land... Kijk, als u mij in de Tweede Kamer zet straks, dan kan ik deze vraag misschien wel beantwoorden. Nu zit ik nog in de Amsterdamse gemeente. Ja, maar u noemt president Santokki, hebt u wel genoemd in uw initiatiefvoorstel. Ik heb het wel genoemd inderdaad, omdat hij ook een afstammeling is. Kijk, het initiatiefvoorstel is geschreven voor nazaten van contractarbeiders. En dat heb ik ook geschreven om aan te tonen dat wij helemaal niet, want dat heb ik ook wel meegekregen uit de geschiedenis natuurlijk, dat wij helemaal niet beter zijn dan nazaten van tot slaafgemaakt. Want wij zijn uit die koloniën gehaald om datzelfde werk te doen. Dus onder dezelfde arbeidsomstandigheden. Dus we hoeven niet neer te kijken op mensen met een donkerder kleur. Dat is wat mijn initiatiefvoorstel ook impliceert. Meneer Mangal, even voor de goede orde. U zegt wel, er is strijd gevoerd door Hindustanen. Maar als we naar de hele gemeenschap kijken en de initiatieven die er ontplooit zijn, en het waren niet breed gedragen initiatieven. Het waren niet massa's mensen die het vonden dat er erkenning moest zijn voor het slachtofferschap van hun voorouders. En het heeft er nu veel van dat men gezien heeft dat wanneer er nu excuses worden aangeboden aan Afro-Surinamers en wanneer nu het slavernijverleden wordt erkend, dan vindt men, ja, kijk, de Creolen die hebben dit bereikt. Weet je, wij kunnen niet achterblijven. Wij moeten dit ook gaan doen. Ja en door Santokki ook ondersteund. Ja, want we hebben jarenlang die strijd niet gesteund. We hebben ze uitgelachen. Maar kijk, ze hebben toch het een en ander bereikt. Weet je, laten wij ook gaan klagen en zeuren. Ja. Want laten we die Hollander laten we een stok zoeken om die Hollander te slaan, want wij willen ook aandacht. Zo komt het erbij over. Nou, ik vind niet dat we de strijd door de zwarte gemeenschap moeten bagatelliseren door te zeuren en klagen. Dat vind ik niet goed. Ik denk dat ze hebben er hard voor gevochten. En ze hebben keihard hun best gedaan om hun casus te presenteren en op de tafel te zetten. En daar heb ik hen bij ondersteund door dit ook op de politieke agenda te gooien. Kijk, maar dat wil niet zeggen dat anderen daar geen recht op zouden hebben. Goed, dat kan ik ook begrijpen. Maar wat wilt u concreet van de gemeente? Moeten er excuses komen van de gemeente? Ik denk dat we daar... Moet er een standbeeld komen of een monument komen? Hoe wil je dat concreet vormgeven? Want... Nou, ik denk dat we eerst moeten kijken... We moeten eerst zorgen dat er meer ruimte wordt gemaakt om dit verhaal te kunnen bespreken. En dat we ook de eigen mensen, de eigen groepen, meer worden onderwezen over wat hun voorouders is overkomen. Want heel veel weten dat niet. Ja. Dat klopt. Heel veel Hindustanen die... Kijk, morgen zijn er ook Hindustanen die feest vieren. Dat ze zijn aangekomen dat hun voorouders zijn aangekomen in Suriname. Mm-hmm. Maar die hebben echt geen flauw idee van wat voor hardship ze hebben meegemaakt. Mm-hmm. Kijk, zij moeten eerst... En daar was dit initiatiefvoorstel ook voor bedoeld. Zij moeten eerst onderwezen worden over wat er is gebeurd. Voordat we überhaupt kunnen praten over... excuses. Kijk, deze gemeenschappen die worden net wakker. Die worden net
beginnen net een beetje, die hebben altijd geleerd het koloniale narratief te volgen van wij zijn contractarbeiders, wat dat precies inhield. Wij waren geweldige werkers in Suriname. Wij hebben het land opgebouwd, maar ze hebben geen flauw idee wat dat inhield. Nee, maar meneer Mangal, als we kijken naar de wijze waarop de Hindustan zichzelf ziet en ook hoe de Afro-Surinamer zichzelf ziet, het zijn toch twee verschillende werelden. Als je kijkt naar het standbeeld van Baba en Mai in Suriname, dat is toch... het zijn twee mensen, men heeft twee mensen zo geportretteerd die... vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Hoe kunt u zeggen dat Hindustaanse contractarbeiders en hun nazaten evenveel geleden hebben onder het koloniale verleden? Ja, dat is een gevolgtrekking die je zelf trekt. Dat zeg ik helemaal niet. Dat is een gevolgtrekking die je zelf maakt. En dat is ook wat is de doorwerking van het contractverleden in de huidige generatie nazaten contractarbeiders? Is dat te vergelijken met de doorwerking van de slavernij bij de huidige... Dat zijn toch twee verschillende zaken. Precies. En welke Hindustan zit nou te wachten op erkenning en excuses en een monument? Die zijn er genoeg. Het hele systeem, want het gaat over het raciale systeem van de kolonisten. Ja, maar dan haalt u heel veel... Het koloniale systeem was en is gewoon racistisch. Ja, u haalt concepten die helemaal geen relatie hebben met de huidige tijd. Burgerschap. U maakt een vergelijking met mensen in Suriname. Maar als we hier kijken, dan zijn het mensen die bijvoorbeeld een jaar geleden onder een toeslagenschandaal. Het waren niet alleen maar Afro-Surinamers die daarin zaten. Laten we dat even voorop stellen. Ten tweede, als je kijkt naar de Nederlandse situatie, dan zie je dat mensen van kleur, mensen met een biculturele achtergrond, die staan altijd 1-0-2-0 achter in Nederland. En dat is waar ik naar kijk. Okay. En ik kijk dus niet naar de mensen in Suriname, ik kijk naar de mensen hier in Nederland. Want die probeert iedere keer wordt Suriname met de haren erbij getrokken, maar nogmaals, het is groter dan alleen Suriname. Ja. Nee, natuurlijk. Natuurlijk. Alleen, twee dingen. Eén, de Verenigde Naties hebben transatlantische slavernij officieel verklaard te zijn geweest een misdaad tegen de menselijkheid. Dus dan hoef je niet eens te discussiëren, dan vallen al die andere koloniale contractarbeiders situaties, hoe ernstig ook die waren, vallen weg. En een tweede ding wat ik niet begrijp, Er wordt bijna een verwijt gemaakt aan ons, namelijk door afschaffing van de slavernij is contractarbeid nodig geweest. En dat is natuurlijk een rare redenering. Men had ook kunnen zeggen, we gaan vanaf afschaffing slavernij, de Afro-bevolking en de inheemsen, vergeet ze niet, humaan behandelen en ook een contract geven en ook... Je had eigen contract mensen kunnen... Heb je niet gedaan, Holland, Nederland, kolonisten. Dus ik vind het een rare suggestie dat meneer Mangal zegt, omdat slavernij afgeschaft was, bijna een verwijt, moesten we contractarbeiders. Nee, je moest helemaal geen contractarbeiders uit het buitenland naar Suriname halen. Maar goed. Ik doe het alsof ik denk dat de Afro-Surinamers zelf hun slavernij hebben afgeschaft. Dat hebben natuurlijk de witte overheid gedaan.
Ja, precies, maar u schreef het op alsof het met een soort door jullie afschaffing slavernij moesten wij worden gecontracteerd. Maar zo is het natuurlijk niet, hè? Wilt u zeggen dat het contractarbeid geen gevolg is van de afschaffing van de slavernij? Ja, nee, het is een gevolg, maar het is niet noodzakelijkerwijs dat contractarbeid uit het buitenland moest komen. Je had ook in het binnenland de tot slaaf gemaakt en vanaf 1 juli betere omstandigheden kunnen geven en een contract kunnen geven. En had je ook kunnen doen. Maar die witte man, die wilde dat niet. Ja? En dus dat moet je nou niet gaan doen alsof het bijna aan het afschaffen van slavernij te wijden is. Owen, dat je het contract hebt. Ja. Owen, even. De contractarbeid, ja. De planters die hadden gezien hoe het toeging in Trinidad en Guyana, Britse koloniën. Want ja, daar was het al veel eerder mee begonnen, met het aantrekken van Brits-Indische contractarbeiders. Dus en die wilden dat ook in Suriname. Ja. Dus zo is het. Nou, dat kan. Zo is het. Het is geen automatisme. Ja. Het is geen automatisme. Je kiest ervoor als witte kolonisator. Ja. Maar goed. Meneer Mangal, om concreet te zijn. Hoe nu verder? Ja, precies. U heeft het project, het voorstel teruggetrokken. Ja. En wat gaat u nu doen? Ik ga het nog wat scherper herschrijven. Zodat er absoluut geen onduidelijkheid kan bestaan over dat het samengevoegd zou worden. Absoluut niet. Dus dat ga ik doen. En ik ga dus gewoon heel scherp formuleren. Ik zal het dan indienen. Kijk, ik vind het belangrijk dat de geschiedenis van de contractarbeid eveneens wordt verteld. Kijk, het koloniale verleden heeft gewoon heel veel grote geschiedenis. En ik vind dat die geschiedenis, al die verschillende geschiedenissen, allemaal in het collectieve geheugen horen van Nederland. Mm-hmm. En goed, wellicht we kunnen discussiëren of het haakje van 150 jaar contractarbeid misschien niet een handige is. Maar ik vind het nog steeds valide om te zeggen dat ook de verhalen van de inheemse, van de Javanen en van de Hindustanen en de Chinezen zeer relevant is. Gewoon in het collectieve geheugen, ook om te weten wat er precies gebeurd is. Want daar bestaat er een heleboel, valse verhalen over, valse narratieven over die niet kloppen. Dus we moeten ook goed voor ogen hebben dat we de juiste verhalen blijven. Ja, maar goed, de geschiedenis is een kwestie van interpretatie, hè? Wat juist is voor de ene groep, is onjuist voor de andere groep. Dus daar moet. Dat is een heel glibberig veld. Maar goed. Nee, dat is allemaal. Die verstrengeling, die verstrengeling moet van tafel. We hebben er altijd voor gepleit dat er ook een zwart perspectief in het moet komen voor de geschiedenis van de slavernij. Daar hebben we altijd voor gepleit. Maar, precies. En daarom was ik zo verbaasd met dit voorstel. Ja. Maar in dezelfde analogie moet er ook een Javaans perspectief zijn. En moet er ook een inheems perspectief zijn. En moet er ook een Hindustaans perspectief zijn. Natuurlijk. En ik ben het u eens. Die moeten er ook absoluut zijn. Dus dit is tuurlijk. Mijn initiatiefvoorstel is slechts een eerste stap daar naartoe. En ik denk dat we nog heel ver verwijderd zijn voordat we zo ver zijn waar de zwarte gemeenschap nu is. Dus dit is slechts een eerste stap. Ja, u vindt mij, en ik vind ook, kijk, laat ik even heel duidelijk zijn, ik vind dat er ook voor elke groep een aparte ruimte moet worden gecreëerd om hun verhaal te kunnen vertellen en te kunnen ontdekken. Ja, dat mag niet, maar ik wil nog echt heel duidelijk maken. Dat mag niet ontstaan van de ruimte die zo zwaar is bevochten door de zwarte gemeenschap. Laat ik dat even voorstellen. Oké. Laten we met elkaar contact houden hierover. Ja. Dan komen we er wel uit. Maar toch heb ik een aantal vragen. U zegt wel,
Ik bemoei me niet met Suriname, ik ben een Nederlands politicus. Maar de situatie in Suriname en de opvattingen die in Suriname leven, die komen wel over naar Nederland. Hè? Want we hebben dat ook gezien, die kwestie van dat voorstel van u werd gelijk getrokken in de tegenstelling Hindustanen tegen Afro's. Plat te zeggen, koelie tegen Blakamang. Ja. Wat vindt u daarvan? U kunt wel zeggen, ik ben een Nederlands politicus. Maar ja, er is geen muur om Nederland. Dat ben ik wel heel erg met u eens. Maar ik probeer er alles aan te doen om het niet tot die tegenstelling te komen. Juist omdat ik ook de steun heb van de andere groepen om hier samen in op te trekken. En ik had gehoopt dat we natuurlijk samen met ook de zwarte groepen hier samen zouden optrekken. Want hier in Nederland heb ik denk dat we hier in Nederland een veel meer beter uitgangspunt hebben om samen te werken en samen te komen. En we kunnen laten zien hoe dat kan. En dan vervolgens kunnen we onze eigen families in Suriname kunnen we overreden om ook elkaar dezelfde hand te reiken, zodat we het hier kunnen doen. Maar hoe moet je dat doen als we een regering hebben in Suriname die zegt er moeten ook excuses worden aangeboden voor contractarbeid? Dat zijn toch twee verschillende tegengestelde ontwikkelingen. In Suriname zegt men dit, in Nederland zegt men dat. En dat werkt de polarisatie tussen Surinamers gewoon in de hand. Ja, dat Santokki, dat is Santokkische ding. Hij wil gewoon alles op één hoop gooien. Ja, kijk, ik ga Santokki niet verdedigen, nog aanvallen, maar wat ik zie is er in Suriname een gespannen situatie ontstaan. En kijk, en hoe zij daarmee omgaan om andere dingen te gebruiken. Je ziet ook dat andere leiders ook een heleboel dingen aanhalen om spanningen ofwel te maken of juist de spanningen weg te nemen. En ik stel ervoor om te kijken hoe we spanningen kunnen wegnemen. Maar nogmaals, dit initiatiefvoorstel moet niet alleen gaan over Suriname. Want dat gaat het niet. Nee. Het gaat echt over nazaten die hier in Nederland leven. En hoe we elkaar hier moeten opzoeken. En daar mogen anderen, ook Suriname, mag daarvan voorbeeld aan nemen. Maar meneer Mangal, die wat gebeurd is afgelopen donderdag. Ik kan me voorstellen dat Nederlandse politici hoofdschuddend en verbijsterd naar het tafereel hebben gekeken. He, van gaan die Surinamers zo met elkaar om? He, men besmeurt elkaar met de grofste beledigingen en de grofste bewoordingen. Dat was toch een beschamende vertoning. Wat vindt u? Nou, ik heb ook de krantenverslagen gelezen. No. Het schaamrood kreeg het schaamrood op de kaken, meneer Manga. Nou, ik zal als eerste de vinger naar hen zelf wijzen, want dat is natuurlijk gewoon het koloniale verleden wat hier zo de kop op staat. Kijk, dat proberen deze mechanismen en deze structuren proberen we juist nu af te breken. En die koloniale structuren die komen toch weer iedere keer. Want kijk, het is 400 jaar lang geïnternaliseerd, deze koloniale. Laten we wel wezen, meneer Mangal. We zijn volwassen mensen. We weten precies hoe we in de Nederlandse samenleving moeten handelen en opereren. We weten precies wat we moeten doen om vooruit te komen. En dan haalt u nu het koloniale verleden. U haalt het koloniale verleden bij als we elkaar uitschelden voor alles wat vies en vuil is. Dat is, vind ik, een slap excuus. Ja, maar we moeten toch het gezond verstand gebruiken, zoals we in ons dagelijks leven het gezond verstand gebruiken om ons te ontplooien in de samenleving. Het zou toch wat zijn als we het koloniale verleden erbij halen en elke Hollander op straat gaan uitschelden. Kom op. Nee, het is een slap. Wat is dat voor nonsens? Maar dat is wel wat onderhuis komt. We moeten ons kunnen beheersen, Mangal. Dat is wat ik bedoel. We moeten als volwassen mensen op een rationele manier hiermee kunnen omgaan. En niet voor elke mislukking het koloniaal verleden erbij halen om onszelf te verdedigen. Ja, maar elk mens is anders. En je kan natuurlijk, ook onder de witte mensen zitten gewoon van die wachtjes die uit de bocht kunnen zitten. Ik bedoel, dat is een mens eigen. En als emoties hoog oplopen, dan begrijp ik dat emoties vanuit de heup schiet.
Dat begrijp ik. Maar als je vanuit de heup schiet, dan, dan val je dus terug op de, op de, op de aangeleerde methode. En dat is gewoon, dat kunnen we niet omheen. Dat is gewoon de internalisatie van het kolonialisme. Nee, dat vindt u goed. Ja, dat is niet goed nagedacht. U had het echt beter moeten voorbereiden en overleg moeten hebben met de organisaties van allemaal. Ook van de Javanen, ook van de Chinezen, ook van de Afro's. En ik hoop dat u dat alsnog gaat doen, als er weer een ander voorstel gaat komen. Maar ik ben blij dat u dat ingetrokken hebt hoor, want dit gaf alleen maar tweespalt. Ja, nou, er komt sowieso een voorstel. Dat zal wel van gelijke trekking zijn. Maar dat zal ook scherper gecombineerd zijn. En ik ben daar in gesprek met verschillende organisaties. Dus goed zo. Die daarmee tegenaan wil doen. Prima. Oké, en laat je niet door Santokki inpakken. Maar, nogmaals, Santokki heeft hier helemaal geen enkele invloed op gehad. dat kan ik u beloven. Dit gaat gewoon over de Nederlandse maatschappij en met Nederlandse instellingen praat ik ook. Dus ik richt me ook tot de gehele Afro-gemeenschap, niet alleen de Afro-Surinamers, maar ook, Antillianen. Die hoor ik ook veel te weinig terug. En als het zover is, maak even contact met de redactie van deze omroep. En dan kunt u ook via deze omroep de meningen horen over concepten die u aan het maken bent. Ja, ik weet niet of het zo kan werken, maar laten we even kijken hoe we dit hoe we in ieder geval uw mening kunnen nemen. Goed. Daar sta ik zeker voor open. Maar ik blijf erbij. Laten we elkaar, net zoals u oproept, laten we elkaar blijven opzoeken. Laten we elkaar verhalen blijven aanhoren, blijven vertellen en elkaars geschiedenis leren over hoe dit in elkaar zat vanuit verschillende perspectieven. Elkaar respecteren, elkaar zien als Surinamers en niet als tegenstanders. En niet nodeloos polariseren en precies. Elkaar met drek besmeuren van Koolie dit, Blakamant dat. Oké, helemaal eens. Akkoord. Meneer Mangala, hartelijk dank voor uw toelichting. Succes ermee, meneer Mangala. Hartelijk dank voor uw toelichting en wellicht tot een andere keer. En mochten de anderen contact met mij willen opnemen, dan heeft de redactie mijn nummer. Ja, dank u wel en nog een fijne avond. Bye-bye. Dank voor het interview. Dank voor de vragen. Dank ja. u wel. Oké. Doei, doei. Goed. Ja, Owen, dat was de heer Eduard Mangal. En hij heeft uit de doeken gedaan waarom hij dat voorstel heeft ingediend. En waarom hij het nu heeft ingetrokken. Hij heeft zijn mening gegeven. Uit de doeken gedaan. Geprobeerd uit de doeken te doen. Voor mij is hij er niet in geslaagd om het uit te leggen. Dus goed dat hij het ingetrokken is. Ja. En ik hoop dat hij bij de voorbereiding van een volgende generatie-initiatief eerst met de groepen gaat praten. En zich niet laat leiden door president Santokki of een andere president die er dan zit. Maar goed. Wat mij opvalt, de urgentie en de noodzaak om contractarbeid ook mee te nemen. Dat begrijp, dat zie ik nog steeds niet. Precies. Waar zijn de groepen, waar zijn de Javanen, Chinezen en Hindustanen die de Chinezen te hoop lopen tegen het gebrek aan erkenning? Die zijn er niet. Dus het is een eenmansactie. Ja, precies. En daarom mijn conclusie. Hier zit Santokki en Rambin achter. Maar goed, toen ik hem confronteerde met in het voorstel van meneer Mangal, wordt zelf Santokki genoemd. Dat kon hij ook niet ontkennen. Dus, maar goed. Een tweede punt is inderdaad, de contractarbeid is op geen enkele manier te vergelijken met slavernij. En ook de nawerking van slavernij heeft... precies. Is totaal niet te vergelijken met eventuele nawerking van contractarbeid. Want nawerking van contractarbeid, als ik het zelf mag zeggen, volgens mij is die er niet.
Kijk, ik ook niet. Bij de Chinezen helemaal niet. Ja. En dus het idee dat het koloniale verleden, dat contractarbeid, dat een stempel heeft gedrukt op toekomstige generatie. Dus ik begrijp niet waar de urgentie en de noodzaak vandaan komt. Het is niet aangetoond, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Vandaar mijn conclusie. Het komt van Santokki. Via misschien, dat denk. Maar dit komt vanaf het moment waarop Santokki president is, voeren we deze discussie. Ja. Daarvoor nooit. Ja, ja. Dus daar moet je me niet aanvallen als ik zeg, je hebt het van Santokki, via. Maar goed, hij heeft het teruggetrokken, gelukkig. Santokki zal het ook wel horen en beseffen dat... Gevraagd naar wat er moet gebeuren, concreet, van erkenning voor het contractarbeid verleden. Maar wat moet er dan gebeuren? Ja. Dat blijft in het vage. Dan komt hij ook niet uit. Moet er een monument komen? Moet er excuses komen? Precies. Ja, educatie op het niveau van de scholen. Hallo. Ja, maar hè? Net wat jij net zei, Krishna, de doorwerking, negatieve doorwerking, is er alleen bij de Afro's en de inheemsen? Ja. De anderen, de Chinezen zijn weer het macht. Overal waar ze komen, zitten ze in de middenstand, in de middenmoot, nog hoger. De Javanen zijn ook niet overal in het hele Caribisch gebied in een achterstellingspositie. En de Hindustanen ook niet. Ja, en wat vond je van het argument, dat hij het scherper gaat stellen? Dat er aandacht moet komen voor de Javaan, de dag van de immigratie van de Javanen, de Chinezen, de Hindustanen. En dat we met elkaar moeten gaan vieren en herdenken. Nou, kijk, als die groepen dat zelf vinden, dan moeten ze maar zelf aangeven hoe ze dat willen doen. En dat we één keer in de 50 of 80 jaar iets gezamenlijks doen, dat is geen punt. Maar ieder moet zijn eigen geschiedenis tot zijn recht laten komen. En wat de Afro's inheemsen betreft, de achterstelling moet worden ingelopen via herstelbetalingen. Natuurlijk eerst via het nationaal beleid van alle landen. Alle landen moeten achtergestelde groepen inhaal plegen in beleid. En met herstelbetalingen moet een extra boost gegeven worden om die achterstelling van Afro's en inheemsen in te lopen. Dat is het verhaal. En ook de kwestie van de vraag is natuurlijk, wanneer moet dit zijn beslag krijgen? Ik bedoel... Kijk, de CARICOM, dus het hele dossier is door 20 Caribische landen, is dat overgedragen aan de CARICOM, de Caribische Unie in oprichting. Nee, maar vanuit Nederland, want we hebben het over een komma achter de, het is niet een punt, maar een komma, en men zit te wachten op de invulling van hetgeen er achter de komma komt, maar wat moet dat zijn concreet? En daar zijn geen tekenen die erop wijzen dat de regering van plan is om daar invulling aan te geven. Dat zal wel moeten, want die komma die veronderstelt iets. Ja. En wij zullen altijd inbrengen, we zitten in de herstelfase, die derde fase. En herstelbetalingen is de belangrijkste eis die op tafel ligt bij de 9 Europese landen met een slavernijverleden. Ja. Naast Nederland zijn er nog 8 Europese landen met een slavernijverleden. De herstelbetalingen zijn bedoeld om extra impulsen te geven om die achterstelling van Afro's en inheemsen in de wereld in te lopen. Maar die andere landen hebben nog geen stap ondernomen, hè? Ze zijn niet zo ver. Jawel, Frankrijk is aardig ver, hoor, gekomen. En er zijn meer landen waar het langzaam op gang komt. Bij die 9 landen. En dus kortom,
Net wat jij zei, Krishna. Erkenning, een beetje praten. We hadden ook jarenlang gedacht, Rutte heeft het ook gezegd, vroeger was hij niet voor excuses. Hij is in denken veranderd. Hij heeft excuses aangeboden. Dus ik denk dat het denken over herstel en herstelbetalingen ook nu van de grond gaat komen. Dus het is een lang proces. Het zal een lang proces zijn, net zo lang misschien als de strijd voor erkenning en de weg naar excuses. Ja, denk je niet? Maar goed, oké. Als het er maar komt. Als je nagaat in een land als Amerika, dus eigenlijk zeg maar een soort brandhaard van slavernij en racisme. Ja. Dat, zelfs dat men daar op van regeringswegen nog niet zo ver is om excuses aan te bieden, laat staan herstelbetaling. Nou, men moet maar even wachten op de CARICOM, de 20 landen van de CARICOM, zullen die 9 landen, waaronder Nederland, met een slavernijverleden, de komende tijd gaan bestoken. Want je weet, die trits is een volgorde, hè? Erkenning, excuses en dan pas herstel en herstelbetalingen. Dus nu pas komen we, wat Nederland betreft, in de fase herstel en herstelbetalingen. Dus, maar de CARICOM is natuurlijk het belangrijkste orgaan dat dit moet gaan doen bij die 9 Europese landen met een slavernijverleden. Oké, dus we wachten af wat de CARICOM gaat doen nu, want net wat je zegt, er zijn landen die alvast stappen hebben gezet. En de CARICOM moet natuurlijk ook gelijke tred houden. Precies. Ja. En er is een miljardair, meneer O'Brien. Een miljardair, tenslotte nog even misschien om het verhaal compleet te maken. Een miljardair, meneer O'Brien, je kan hem ook googlen, die is met CARICOM bezig en die heeft aangeboden om CARICOM te helpen die fase herstelbetalingen te gaan invullen, professioneel, organisatorisch. Dus kortom, we gaan de goede kant op. Oké, goed. Om een Abu. Ik wil je hartelijk danken voor de toelichting en ook voor het meedoen met het gesprek met de heer Mangal. Oké, graag gedaan. Ja, Aboem. We spreken elkaar weer een volgende keer. Oké. Luisteraars, we zijn zo zoetjes aan genaderd aan het einde van Wel Geïnformeerd. Wij zijn er weer volgende week. Ik wens u nog een goedenavond en tot de volgende week.